Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, 6 februari, Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Ik heb nog een korte aanvulling voor die som 27. We hadden net deze vergelijking. En omdat ik een rekenfout gemaakt, dacht ik dat de discriminante van 0 was. Op een gegeven moment, dus toen was er maar één oplossing. Dan zeg ik van, nou ja, weet je, als je hier dat minteken voorzet, want dan doet hij het ook. Omdat als ik twee vectoren heb met een hoek ertussen van 150 graden, dan is de hoek tussen de lijnen 30 graden. Dus vandaar moet je het dan vast ook met dat minteken doen. Maar dat is grote onzin. Want als je deze vergelijking met dit minteken gaat oplossen, op dezelfde manier als dat we net hebben gedaan, dan krijg je hier dus P min 1. Je krijgt hier dus die min een half wortel 3. En die half, die wortel 2 en die wortel 1 plus P kwadraat, die zetten we ook eventjes aan deze kant neer. Ja, als je dan gaat kwadrateren, wat ik net deed, dan gaat het minteken natuurlijk gewoon weg. Dus dan krijg je hier gewoon nog steeds die anderhalf plus anderhalf p kwadraat. En dan krijg je dezelfde oplossingen. Dus wat je eigenlijk moet onthouden is dat als je een vergelijking oplost met kwadrateren, daar waren drie stappen. Isoleren, kwadrateren, controleren. Als je dat controleren gaat doen, dan geeft één van de twee antwoorden jou hier de plus een half wortel 3. En de andere geeft jou de min een half wortel 3. Dus op deze manier maakt het niet uit of je hier werkt met plus of min een half wortel 3. Want door dat kwadrateren introduceer je automatisch de andere oplossing. En dat is de reden dat je twee oplossingen krijgt en niet vier. Als je opeens nog een minteken zet of zo. Dus twee oplossingen is precies wat je verwacht. Dus dat was een korte aanvulling. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel broer, ja dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft.